Dankjewel, Mees. Ik weet niet of het alleen voor mij en voor Joni gold, maar ik voelde de spanning wel wat stijgen zo in die beloftevolle minuten net voor achter. Je ziet al 13 tot 15 mensen online en het gaat beginnen. Nou, bij deze zijn we begonnen. Je hoort nog een beetje een naweekkuchje van een eerder griepje bij mij, maar ik verwacht niet dat dat al te veel roet in het eten gaat gooien. Vanavond hebben we, zoals meestal zei, te gast Joni van de Roos, advocaten. Ik vind het erg leuk dat je er bent, Joni, want de advocatuur staat niet per se bekend als de meest innovatieve branche. Wat betekent het nou om als advocatenkantoor een Semco-stijl te vinden, een eigen manier van, zoals jij het ook wel noemde, participatief management? Waarom, hoe en waar leidt het toe? Dat zijn wat mij betreft de hoofdvragen waar we het over gaan hebben. Laten we onszelf eerst nog even voorstellen. Ik ben een van de oprichters van het Semco-stijl Instituut. Samen met Arco van Brakel, Fouke Elkadetti en Ricardo Semmler zijn we anderhalf jaar geleden het Semco-stijl Instituut begonnen. Met als doel om een eenvoudige manier van organiseren naar de wereld te brengen. Geïnspireerd op de aanpak van Dizon Semco. Eigenlijk gedurende die hele periode dat we bestaan werken we ook al samen met de Roos Advocatuur op verschillende manieren. Dus we kennen elkaar uit het werkveld. Joni, wie ben jij? Ik ben Joni Ulemek. Ik ben CEO van de Roos Advocaten. Sowieso als antropoloog een beetje een opvallende positie. Voordat ik dit deed, was ik ook ondernemer. Ik heb een online fietsenbusiness gehad in Dublin. En ik heb een social enterprise in Nederland gehad, waar je de diensten van freelancers als cadeau kunt kopen. Ik ben nu sinds september 2015 bij de Roos Advocaten betrokken als, ben ik daar de CEO. En wij kennen inderdaad het Semco Style Institute, vooral omdat Philip de Roos, de oprichter van de Roos Advocatuur, omdat hij heeft geholpen bij de oprichting en toen ook in Brazilië is geweest en Ricardo Semmler ook ontmoet heeft en daar geïnspireerd van terugkwam. Dus dat liep toevallig helemaal samen, mijn start en zijn bezoek en het kennismaken met jullie. En dat heeft me onder meer geïnspireerd om ons bedrijf wat anders in te richten dan de meeste andere advocatenkantoren. Gaaf, dan gaan we het zo over hebben. Ook wat mij betreft over de reizen tussen 2015 en nu en de stappen die jullie hebben gezet. Maar allereerst kun je me beschrijven wat voor bedrijf is de Roos Advocaten? Wat doen jullie? We zijn in heel veel opzichten een heel gewoon advocatenkantoor. We zijn een kantoor gericht op ondernemers, op innovatieve ondernemers. We zijn gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, privacyrecht, intellectueel eigendomsrecht en commerciële conflicten. En we werken gewoon zoals veel kantoren. We geven advies of we staan ondernemers bij. En die tijd brengen we in rekening bij onze cliënt. Maar we zijn in heel veel opzichten ook heel anders dan veel kantoren. En dat merk ik de laatste tijd vooral omdat ik weet dat veel advocatenkantoren moeite hebben om talent aan te trekken. En dat wij de ene na de andere open sollicitatie binnenkrijgen van talentvolle advocaten van goede kantoren. En dat is leuk om te merken. Die zijn blijkbaar aangesproken door de ondernemersstijl die wij hebben op kantoor. Want waar komen ze op af? Wat hoor je terug van die mensen? We zijn een kantoor met ook best wel een sociale en maatschappelijke missie. Maar we zijn vooral een kantoor waar veel ruimte is voor de mensen breder dan hun advocaat zijn, waar ze andere talenten ook in kwijt kunnen. En dat is denk ik het voornaamste wat mensen aantrekt. Er is net wat meer ruimte voor de privé-werkbalans, wat natuurlijk waar de advocatuur niet altijd heel goed onbekend staat. Dat is vaak wat meer uitbalans. Dat is bij ons, daar streven we naar dat wel meer in balans is, maar dat blijft lastig als advocaat. Maar verder is er vooral heel veel ruimte voor ieders ideeën en voor ieders persoonlijkheid en talenten naast het zijn van goede advocaat. Oké, hey, en waar wonen jullie en met hoeveel mensen zijn jullie? Kun je het plaatje nog wat fysieker maken?
Ja, we zijn, het is een beetje een familiebusiness, omdat ik de vrouw ben van Philip de Roos, de oprichter. Dat geeft ook gelijk een heel persoonlijk sfeertje, denk ik, aan kantoor. Wij wonen zelf in de rivierenbuurt in Amsterdam. Het is nu lekker donker, dus je ziet niet echt iets op. Geen rivier? Oude schoolramen, maar daar wonen we. En het kantoor is in Amsterdam-Noord. Geen Zuidas, maar Noordas. Hadden we eerst altijd trots op de website staan. Nu hebben we dat er wel afgehaald, want de Zuidas heeft natuurlijk goede kwaliteit waar we onszelf graag wel mee linken. Maar we zijn in Amsterdam-Noord, dus meer de iets ruigere kant van de stad. Oké, okay, met hoeveel mensen zijn jullie? We zijn nu met z'n 18e en nummer 19 komt over 3 weken. En toen ik begon in september 2015 waren er 8 mensen. Oké, okay, en wat mij betreft gaan we de reis opnieuw maken tussen 2015 en tussen nu. En kijken ook naar wat dat gebracht heeft. Ja. Je zei net ook dat je bent opgeleid als antropoloog. Wat zag je als antropoloog toen je in 2015 binnenkwam? Bij die 8 mensen. Ja, dat is wel leuk. Mensen vinden altijd antropologie en ondernemen, dat is natuurlijk niet, laten we zeggen, dat is niet het eerste wat je bij die studie leert. Maar wat je als antropoloog wel leert, is te kijken door ogen van anderen. Dat is soms, dat is heel vaak de ogen van een klant of je doelgroep, wat best handig is in ondernemen. En verder zag ik vooral een hele mooie conservatieve branche. Dus daar is dan wel een uitdaging te halen om daar wat verandering in te brengen. En wat was er conservatief aan gedrag van mensen? Wat zou die antropologische observatie zijn in die tijd? Over de gebruiken en de rituelen van de Roosadvocaat? Wat ik toen in het bedrijf zag. Nou, dat viel nog wel mee hoor. Dat was wat eigenlijk, denk ik ook voor de mensen die nu luisteren. Ik denk dat dit verhaal het leukst is voor ondernemers die erg afhankelijk zijn van de founders. Volgens mij is dat voor veel ondernemingen die snel groeien, is dat best een uitdaging om een beetje los te komen van de oprichter. En dat was eigenlijk mijn belangrijkste missie. Er was natuurlijk ook nog mijn man en alle verantwoordelijkheid, of bijna alle verantwoordelijkheid, lag op zijn schouders. En dat vond ik een ongezonde situatie en dat gaat natuurlijk in de toekomst niet een stabiel bedrijf opleveren. Dus mijn grote missie was van hoe ga ik dit kantoor nou wat onafhankelijker maken van de oprichter. En we waren met een aantal wat de meeste kleinere kantoren doen. Daar komen er een paar mensen van een groot kantoor en die vormen met elkaar een nieuw kantoor. En dan heb je zeg maar 3 gelijke partners en die beginnen zo en dan heel langzaam breiden ze uit. Dat is het meer traditionele pad. Maar wij vonden eigenlijk steeds geen partner die er als gelijke bij wilde komen met dezelfde idealen. En ook een beetje de maatschappelijke missie en ook winstverwachtingen die gewoon bij ons niet op de allerhoogste plek staan. En in veel advocatenkantoren gaat het denk ik meer om geld dan bij ons. Dus toen ben ik gaan zoeken van hoe maak ik nou dat de mensen die bij ons werken meer verantwoordelijkheid willen nemen en krijgen. En hoe maken we nou dat het minder afhankelijk van de oprichter wordt? Ja, die vraag is zeker herkenbaar voor MKB-ondernemers. Misschien ook wel voor iedereen in een leidinggevende positie die zoekt naar de balans tussen sturen en loslaten en wat ligt waar. Maar ja. Toch nog even advocaat van de duivelen. Wat is er mis mee als de belangrijke dingen bij de oprichter liggen? Die weet toch het beste hoe het moet? Ja, maar die kan ook een keer ziek zijn, op vakantie gaan. Er om vervelendere redenen uit te liggen. Dat was niet wat het geval was. Maar wij hadden wel net kleine kindjes. En ik dacht, we moeten gewoon een organisatie hebben waar niet de stress en de verantwoordelijkheid van mensen aan het werk houden genoeg
geld verdienen om iedereen salaris uit te betalen, al dat soort dingen. Dat mag best wat meer verdeeld worden. En dat is ook leuk, want dan kan je ook veel meer samen gaan ondernemen. En daar kan je ook kan je zelf ook weer verrast worden door de ideeën en de talenten van anderen. En dat wilde ik graag wat meer vormgeven. Dus jij liep rond met die ambitie en ik hoorde je in het begin van het gesprek zeggen dat je man Filip geïnspireerd terugkwam uit Brazilië. Komt het daar samen of waar begint dit? Toevallig was dat in de eerste 3 weken dat ik begonnen was. Dus dat kwam zeker wel samen, ja. Ik was, was wel echt aan het zoeken naar een manier om dat dan vorm te geven en te stroomlijnen. En hebben wij niet meteen een groot proces opgezet en dat dan helemaal zo gestroomlijnd. Maar we hebben vooral naar de principes van Semco Stijl Ondernemen gekeken. En gekeken hoe we dat nou bij ons kunnen doorvoeren. En waar begin je dan? Ja, waar begin je dan? Overigens, de meest gestelde vraag aan ons, dus die stel ik nu aan jou. Misschien... Nou, bovenaan, trust, zag ik als eerste staan. Dus ik dacht, waar je eigenlijk begint is bij een founder of een directeur of eigenaar of hoe je het ook wil noemen, die los durft te laten. Gelukkig is Filip wel zo iemand en ben ik ook zo iemand. Dus goede mensen om je heen verzamelen en dan ruimte geven. En dat komt dus eigenlijk heel erg met dat eerste principe van trust. Vertrouwen geven. Don't ask for permission, maybe ask for forgiveness. Ga gewoon proberen. Je kan het, je bent slim, anders was je hier niet. En ga kansen creëren. Dingen uitproberen en als het een keer niet top is, dan maakt het ook niet zoveel uit. Wat is dat dan, vertrouwen geven? Dat kan van alles zijn. Wat doe je dan anders? Of wat gebeurt er? Dat hangt eigenlijk ook best wel met een ander Semco-principe samen van de controle loslaten. Dus eigenlijk gewoon, je werkt hier en je laat mensen misschien eerder zelf naar cliënten gaan, maar ook als mensen een idee hebben, dat je gewoon de ruimte geeft en het budget geeft om dat uit te voeren. Dat je veel vraagt naar de ideeën en daar ook veel tijd en insteekt om te laten zien dat die ideeën belangrijk zijn en dat de informatie om mee te denken als ondernemer ook altijd voor iedereen beschikbaar is. Dus dat is een stap in transparantie. Elke maand weet iedereen bij ons wat er verdiend wordt, waar het aan uitgegeven wordt, waar de kosten voor gemaakt worden en kan er ook input worden geleverd als dingen goedkoper kunnen, anders kunnen. Lekkerdere lunch, van alles en nog wat. Ik hoor veel dingen, meer ideeën kunnen inbrengen, sneller vertrouwen krijgen naar klanten gaan, het delen van informatie, transparant maken daarvan. Zit er nog een bepaalde chronologie in deze stap of gebeurde alles door elkaar? Of hadden jullie daar een plan voor? Hoe ging dat? Oei, nu val ik door de mand. Dat gaat natuurlijk in stapjes. Het is niet zo dat ik een soort Excel-lijst heb van dit gaan we nu doen. En dan in Q3 begin ik hiermee, in Q4 begin ik hiermee. Transparantie, dat is iets waar ik gewoon heel erg in geloof. Ook om meteen twijfels of onzekerheden of dingen te uiten. Ik denk dat die cultuur ook bij ons erg heerst. Maar die transparantie, daar ben ik wel meteen mee begonnen. Dat was echt iets wat daarvoor er niet was. Waardoor je wel eens kreeg, dat was een tijd dat we best wel het wat moeilijker hadden qua genoeg werk binnenhalen voor iedereen die er was. En dan had je bijvoorbeeld best wel 2 slechte maanden gedraaid. En dan vroeg in diezelfde maand iemand om loonsverhoging. En dan zat ik, hoe kan dat nou? Maar ja, dat kan dus wel als je niet deelt. Dus dan dacht ik, eerst moeten mensen begrijpen hoe het gaat met het bedrijf. En pas met die informatie kunnen mensen echt meedenken en mee ondernemen. En voelen ze ook de urgentie om op een andere manier
te kijken en niet af te wachten waar komt het werk en is er genoeg te doen. Als er niet genoeg te doen is dan, en je wilt dat mensen daar iets aan gaan doen, dan is transparantie en volgens mij stap 1. Dus ik denk wel, als ik nu kijk naar de structuur, dat de eerste stap was. En hoe wek je dat tot leven? Want je kan de cijfers met mensen delen, maar als je er niet actief mee aan de slag gaat, dan wordt dat ook heel snel papieren informatie. Dus hoe wordt zoiets van iedereen? Ja, dat is inderdaad wel interessant, want zo naïef begon ik wel. Dus ik stuurde gewoon een mail uit en dacht, waarom reageert er niemand? Dus dat gaat inderdaad niet zo. Dus wat we bijvoorbeeld gedaan hebben, is we hebben... De accountant uitgenodigd om de laatste jaarrekening te presenteren, om daar wat meer uitleg bij te geven. Mensen aangemoedigd om zelf wat meer over die financiën te leren. Als advocaat moet je opleidingspunten halen, dus die kan je ook halen door je nog extra in de jaarrekeningen te verdiepen. Ik heb ook die juniors bij ons op kantoor, dus ofwel de office medewerkers of de juridische medewerker die nog niet lang advocaat zijn. Die heb ik ook zelf meer cursus gegeven over de basis van boekhouden en hoe je die cijfers dus kunt interpreteren. En verder, dat heb ik gewoon gemerkt en dat kan in een kleine organisatie ook makkelijk gewoon veel tijd nemen om actief iedereen op te zoeken. En dat kan de hele tijd lijken als van wat ben je nou eigenlijk aan het doen zo'n dag op kantoor. Maar dan had ik wel gewoon veel mensen gesproken, veel informatie verspreid. Dan vang je ook twijfels of vragen of zo op en dan kan je daar ook meteen iets mee doen. Dus dat is wel in deze industrie, in de advocatuur. Meestal is in een advocatenkantoor een advocaat ook de manager. Of zijn een paar advocaten managers. Ik denk dat het goed is om niet een advocaat als manager te hebben. Vooral omdat hij dan dus niet door de declarabele zaken steeds weg wordt getrokken. Want dat zie je gewoon heel vaak. En dan komen al die andere dingen op een tweede plaats. Maar ook omdat de meeste advocaten ook gewoon niet per se ondernemers zijn. Ik ben nog niet zo enorm lang ondernemer. Maar ik was toch wel al zes jaar ondernemer voordat ik begon. En ik had wel al over veel dingen die bij het runnen van een onderneming komen kijken. Natuurlijk ervaring mee en over nagedacht. En een beetje een frisse blik van iemand die uit een andere industrie komt en er op een andere manier naar kijkt, dat kan denk ik ook geen kwaad. Dus ik ben eigenlijk heel veel, en ik denk ook dat mensen dat heel prettig vinden, bezig met het geven van persoonlijke aandacht en met het echt goed luisteren naar mensen en het kijken naar hun bredere talenten. En ik vind dat een leuk voorbeeld dat we een advocaat hebben die van een groot Zuidas kantoor komt. Die ook graphic designer was daarvoor en die nu bij ons een hele legal design focus heeft opgezet. En dat is ook echt een manier om ons te positioneren en om ons te onderscheiden van anderen. Dat we op een innovatieve manier met het recht bezig zijn. En dat kan denk ik alleen maar als je echt kijkt, wat voor talenten heb ik nou in huis en hoe maak ik daar gebruik van? En dat klinkt alsof jij daar heel erg druk mee bent. Klopt dat? Ja, dat is mijn gesprekken en de talenten. En, ja, ja. Hoe is het dan ook van mensen zelf? Voor je het weet, hoe goed bedoeld ook. Ben je echt een heel actieve en misschien hele goede leidinggevende? Ja, maar waar is het dan het zelf organiseren of het zelf sturen? Nou, hetzelfde, dat is inderdaad een interessante vraag. En ik ben ook benieuwd in hoeverre dat echt lukt in de advocatuur. Want we hebben heel erg zelfsturende teams binnen het advocatenwerk wat gedaan wordt. En dat zijn teams die vaak door specialismen bepaald worden. Hè? Dus je hebt een team intellectueel eigendomsrecht, privacyrecht. En je hebt sommige teams die zich alleen maar met heel veel met werknemersparticipatie bezighouden. Dan heb je alle investeringen die gedaan worden. En eigenlijk rond die onderwerpen waar wij ons werk eigenlijk in doen, daar zijn teams ontstaan. En die
we hebben eigenlijk een eigen eenheid waarin ze zelf gewoon... Daar heb ik weer eigenlijk helemaal niks mee te maken. Maar inderdaad, soms denk ik wel, ja, waarom is er überhaupt een manager? Maar die is er omdat die advocatenwerk willen doen. En daar ook gewoon de grootste gedeelte van hun tijd mee bezig zijn. Dus ik hang daar inderdaad wel een beetje tussen. En ik weet ook niet of het ook zou werken als er niet iemand tussen hangt. Want dan krijg je weer dat altijd het, als de cliënt iets vraagt, dan ga je daarvoor. En dan krijgen sommige minder urgente zaken en meer de zaken die met innovatie en management te maken hebben, die krijgen dan minder aandacht. Ja. Wat zijn nou stappen die jullie hebben ondernomen of dingen waaraan je zegt van daarin zijn wij anders georganiseerd? Dat zijn tips en ervaringen waar anderen mogelijk wat aan hebben. Andere advocatenkantoren of gewoon breder? Ja, welke waaraan kenmerkt zich jullie eigenheid in organiseren nog meer? Overigens, één ding wat ik nog wou toevoegen. Als je de kracht van sterke teams benut, en dat hoor ik je vertellen, dat je met multidisciplinaire teams werkt die veel zelf doen, dan is het heel goed voorstelbaar dat er daarnaast één leidinggevende, / directeur, / manager, / wie dan ook is, die helpt om het allemaal een beetje met elkaar te verbinden. Toch? Dat komt wat meer voor, toch? Ja hoor. Oké. Okay. Daar krijg ik geen strafpunten voor jullie. dat wou ik even zeggen. Nee, sterker nog, je hebt een vorm van afstemming nodig tussen iedereen in de organisatie. Want voor je het weet, heb je een bundeling individuen of losbindende teams. Dus als we even een paar grote stappen vooruit zetten, hè, dan zijn jullie verder gekomen. Je hebt gezorgd voor transparantie, meer ruimte voor initiatief. Er wordt gewerkt in teams die samen plannen en ook budgetten vormen, volgens mij, als ik terugga naar de gesprekken daarover. Als je daar al komt, dan ben je al heel ver, hè? Maar hoe zorg je dan vervolgens voor afstemming in het grotere geheel? Want hoe sterker de individuen en de teams, hoe moeilijker misschien wel dat aspect. Om het als één organisatie bij elkaar te houden. Ja. Ja, dat is inderdaad ook wel... we zijn dus nu toch voor zo'n kantoor best snel gegroeid. En nu komt wel steeds meer de vraag van hoe hou je iedereen bij elkaar en hoe hou je ook iedereen betrokken binnen de besluitvorming en dat iedereen zich ook gehoord voelt. Nou, dat is dus ergens makkelijk dat je al die losse teams hebt. We hebben nu strategie, middagen en avonden dus per team. En dan hebben we straks een heel weekend waar iedereen bij elkaar komt en waar de verschillende teams hun ideeën presenteren. En waar we als bedrijf samen doelen gaan stellen en waar iedereen in meepraat. Maar ik heb laatst ook, dat heeft niet per se hiermee te maken, maar we speeddaten. Ik zal er maar eerlijk voor uitkomen. Met collega's. Dus tussen verschillende teams, dan heb ik een speeddate format waarin... mensen met elkaar aan elkaar vragen van waar ben je mee bezig, wat zijn jullie lessen, dus dat gaat aan de ene kant over de dossiers en de juridische uitdagingen waar mensen mee zitten of aan werken. En aan de andere kant gaat het over de manier van organiseren, over het samenwerken, over het projectmanagement, al dat soort thema's. Dus dat doen we dus wel regelmatig. Leuk format, speed. Deze doen jullie dat vaak? We doen nu eens in de 2 weken. Ja, dus op maandag gaan we vlak voor de lunch. Dan spreek je 5 mensen 6 minuten. Maar dat heeft toch best wel een flink effect. Kijk, het is dan op een maandag en dan begint de week daarmee. En de rest van de week worden die gesprekken nog wel verder gevoerd, maar het is wel een manier om heel laagdrempelig, zonder ellenlange meetings aan het begin van de week, waar de meeste mensen niet zo blij van worden, om wel heel goed te weten wat er speelt in de organisatie. Ja, ik vind het bijvoorbeeld ook heel belangrijk dat iedereen weet, we hebben een stagiaire en een office assistant die uit Syrië komt, en ik vind het ook belangrijk dat iedereen ook
de tijd neemt om met andere mensen binnen de organisatie waar het er misschien niet altijd van komt omdat het zo druk is, om daar even goed mee te praten. Oké. Dat zijn manieren om af te stemmen. Dat klinkt als een bruisend bedrijf met mooie teams, betrokken manager of directeur / spin in het web. Superlatieve tekort. Wat is de keerzijde van de Roos Advocaten? Wat kan er nou negatief zijn in het werken bij jullie? Negatief. Of lastig? Wat gaat dan moeilijk? Ja, ik denk dat je wel... ik vraag me altijd af. Volgens mij hebben we nu een team met veel mensen die best op elkaar lijken. Dus dat zijn... het zijn allemaal goede advocaten die ofwel heel slim uit de studiebanken door ons intern zijn opgeleid. Je doet altijd een 3-jarige opleiding, dus dat word je niet zomaar advocaat. Of die van de hele goede kantoren komen en daar gewoon zijn opgeleid. Maar het zijn ook allemaal energieke, positieve mensen die snel kunnen schakelen, die heel ondernemend erin zitten. Dus dat past gewoon heel goed. Maar je hebt ook in bedrijven natuurlijk ook, je hebt altijd met die MBTI-tests en zo, die verschillende persoonlijkheden nodig. En daar vraag ik me wel eens af. Kijk, ik heb natuurlijk niet... zoals Ricardo Semler, een bedrijf met honderden mensen. Dus daar gaan we vast tegen aanlopen. Van wat als je groeit en er komen mensen bij die niet zo van de... Ja, dat is de ongestructureerdere kant van het bedrijf. Hè. We hebben ook geen billable urennorm. We hebben gewoon heel duidelijk wat de kosten zijn per team. En eigenlijk regel je, en met het hele bedrijf, maar we hebben het op de teams teruggebracht. En eigenlijk regel je met je team dat wel rondkomt. Maar dat kan ook wel eens dat de een dan harder werkt aan declarabel werk dan de ander. En dat dan goed is, omdat we pro bono ook belangrijk vinden. Of omdat we innovatie ook belangrijk vinden. Maar dat maakt het wel voor sommige mensen misschien minder prettig, dat er wat minder duidelijkheid is van: als ik dat haal, doe ik het goed. Er zijn heel veel kanten van: kan je als ondernemer meedenken of niet? En niet iedereen heeft daar ook altijd misschien behoefte aan. Daar zijn we nu dus nog niet zo heel erg tegen aangelopen, maar ik verwacht dat wel wat wordt. En verder was het ook, tot 10, 15 mensen is het heel makkelijk om alles te delen. En nu denk ik wel eens, oh, ik heb iemand aangenomen, volgens mij weet de helft het nog niet. En dan denk ik, dit moet misschien anders, maar aan de andere kant... of alles, dan communiceer ik het via de mail achteraf. En dan denk ik, hier moet ik dus op letten dat mensen zich wel betrokken blijven voelen. En dat die beslissingen gezamenlijk genomen kunnen worden. Maar met de uitdaging dat je ook gewoon dingen snel moet kunnen beslissen. In een beroep waar dingen gewoon snel gaan. En waar je gewoon soms snel ondersteuning nodig hebt. Ja, dus wat ik wil zeggen, bij verdere groei... kan het moeilijk zijn om alle lijntjes te behouden. En op dit moment is het sowieso... je hebt een leuke ondernemende club mensen voor elkaar. Het moet wel bij je passen, die manier van werken. Denk jij trouwens dat zelforganisatie en zelfsturing voor iedereen is? Of zijn er ook mensen die dit gewoon niet moeten willen? Of die dat niet willen? Nou, ik denk dat het... Uiteindelijk wel dat iedereen zich gewaardeerd zal voelen of het zal waarderen dat er ruimte is voor alles wat je waarneemt en waar jij een mening voor hebt. Ik denk dat gewoon wat wel in de zeg maar meer traditionele werkcultuur gewoon heel jammer is, dat mensen heel vaak denken, dat gaat nou eenmaal zo, maar ik vind het ook echt idioot dat het zo gaat. Of dit is echt zo inefficiënt, maar ja. Het moet van mijn baas, zeg maar. Ik vind, zodra mensen dat gevoel hebben, dan is er iets mis. En ik denk dat elk type medewerker, collega, gewoon... of je nou introvert, extravert, alles, al die verschillen... Dat maakt dan niet zoveel uit. Ik denk dat iedereen het kan waarderen. Dat er ruimte is voor wat ze waarnemen. En voor hun suggesties om dingen te verbeteren. Dus volgens mij is dat wel goed. Ik denk wel dat het voor de ene...
groep beter werkt als het meer gestructureerd is. Hè? Dus dat de een het prettiger vindt van, oké, elke tweede dinsdag gaan we met z'n allen praten. En dan kan, of ik heb hier een box op mijn bureau staat en daarin ja. kun je het kwijt. Of, de andere, die, ja, en zo zit ik dan ook in elkaar. Ik denk, nou zeg het maar gewoon. Maar dat kan je niet verwachten dat iedereen op die manier werkt. Nou, ik vind het dan een interessante gedachte. Zeg van gehoord worden en je stem kwijt kunnen en je onderdeel voelen van het bedrijf, dat wil iedereen. Maar voor sommige mensen kan dat een meer of minder gestructureerde vorm vergen. Hou vast op andere manieren. Ja, en daarin, dat is denk ik het allergrootste reden dat wij een aantrekkelijk kantoor zijn voor advocaten die keuze hebben uit verschillende kantoren. En ook eigenlijk bij ons minder verdienen dan bij andere kantoren. Is dat je gewoon heel lang, ook in die advocatuur, die is van origine natuurlijk heel erg hiërarchisch. En dat is het bij ons ook. Want een advocaat met 10 jaar ervaring, die staat qua hiërarchie en kennis en ervaring gewoon nou eenmaal wel boven een juridisch medewerker die nog aan de opleiding moet beginnen. Dus daar zit iets van hiërarchie in. Alleen in veel kantoren, ook omdat het zo over die billable uren gaat en over hoge winsten of om het draaien van veel uren. Hebben advocaten wel eens het idee dat hun vleugels een beetje worden afgeknipt om nou wat breder je te ontwikkelen. En dan moet je eigenlijk best wel lang wachten tot je behoorlijk hoog in die boom zit, om wel je creatieve ideeën kwijt te kunnen. En dat vind ik gewoon heel zonde. Want of je nou 24 bent en je of 34 of 54 en of je nou secretaresse bent of senior advocaat, iedereen heeft zijn waarnemingen en zijn ideeën. En het is gewoon goed en heel erg waardevol voor het bedrijf om daarnaar te luisteren. Ja, en je zegt eigenlijk ook participatie kan samengaan met een bepaalde vorm van hiërarchie. Het een sluit het ander uit. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik vind het heel leuk om die cultuur te hebben van openheid. Dat ook iemand die dan net begonnen is met de opleiding en die kwam terug van vakantie en die zei, ik wil een juridische podcast gaan maken. Dat lijkt me nou lachen, dat past helemaal bij het tech. Onze cliënten zijn vaak goede ondernemers, vaak uit de tech-industrie. Ja, dan moeten we op zo'n manier, dan moet je, en dan gaan we dat gewoon wel meteen uitzoeken. En ik denk dat gevoel dat mensen hebben dat ze een idee kunnen opperen, dat daar serieus naar geluisterd wordt en werk van gemaakt wordt, ook als je misschien zelf denkt, nou, ik weet het niet of zo, dat je het toch gaat proberen. Ik denk dat dat gewoon de mensen heel enthousiast en alert houdt. En dat je ze zo ook op langere termijn aan je kunt binden. Ik kan me daar uiteraard helemaal in vinden. Het raakt me ook wel als je het zo zegt. Voor mensen die gehoord worden en hun stem kwijt kunnen in de werk. Wat heeft het jullie als organisatie gebracht, deze manier van werken? En ik zeg er even bij aan alle toehoorders dat het moment is om over je vraag na te gaan denken. Want hierna vraag ik helemaal niks meer. Wat heeft het jullie gebracht? En luister daarna als je denkt van, ik ondertussen denk ik was na van vraag, dan denk je was na van je vraag. Joni? Ja, nou, het is natuurlijk altijd lastig om precies oorzaak en gevolg aan te wijzen. Maar in ieder geval heeft het ons best wel een groei gebracht. Onze omzet, als je naar 2015 vergelijkt met 2017... is 150% groter geworden. Ik weet niet of dat nou officieel de wiskundige manier is om het te zeggen, maar dat is dus gegroeid. En het aantal medewerkers is gegroeid, maar wel minder snel, want anders dan heb je natuurlijk weinig winst. Dus dan zou het niet helemaal werken. Qua cijfers, omzet en zo, heeft het gewoon positieve effecten. Maar wat ik eigenlijk altijd de mooiste vind, toen ik begon, werd zo'n 98% van de nieuwe business binnengehaald door de founder of bestaande cliënten. En nu wordt 40% van de business door de anderen ook binnengehaald. En dat is best een goede score in een industrie. En dat moet ik erbij zeggen, want voor heel veel industrieën zou dat helemaal niet een goede score zijn. Maar in de advocatuur zijn mensen vaak gehecht aan een persoon en komen ze voor een bepaald
binnen. Dus het is behoorlijk moeilijk als oprichter om het verder weg te... cool. Om daar afstand van te nemen. En ook het management van het dossier is ook veel breder. Dus waar eerst de oprichter voor 85% het eerste contactpersoon was, is dat nu maar 35%. Dus dat is al eigenlijk een hele goede in mijn missie om het minder afhankelijk te maken. Ik wilde wel nog één ding toevoegen wat een heel belangrijk ingrediënt is. En is ook het delen van je winst. Wij zijn dus geen BV meer, maar nu een coöperatie. Waar alle key employees, de ervarene advocaten, hebben daar zitting in. Ik denk dat dat een heel belangrijk ingrediënt is. En wij zien dat ook dat dat behoorlijk trending is om ons heen. Want heel veel innovatieve bedrijven zijn bezig met een vorm van werknemersparticipatie. Dat is ook iets waar wij heel veel bedrijven in adviseren. Ja, je kan niet alles hebben... En het is goed om te delen, want delen is vermenigvuldigen. Alright, mooi, dankjewel. Er is inmiddels een vraag van Lonneke. Ga je die nou voorlezen, Mees, of ging ik dat doen? Want hadden we nou ook al afgesproken? Nou, je mag het mezelf voorlezen als je erover begonnen bent, hoor, Luc. en Lonneke, ik zie je typen dat je de vraag... Ik ga gewoon gokken wat ik denk dat jouw vraag is. Wat is de belangrijkste tip die je mee zou geven aan een kantorenbedrijf dat zich om wil vormen en de structuur die jullie op kantoor hanteren? De belangrijkste tip is... openheid en dat bedoel ik zo wel als... Ik ben ook persoonlijk, ik ben dat zelf ook open, maar ik denk... Wees open allemaal over je wensen. Dat is volgens mij ook zo'n principe van je eigen belang moet op tafel. Wees open over dus de cijfers, over de gezondheid van het bedrijf. Wees open over je eigen tekortkomingen. Volgens mij als je dat ook als eigenaar of als directeur bent, dan durven andere mensen dat ook veel meer te zijn. Dus ik kan best wel altijd een beetje met een grapje eromheen, maar best wel goed aangeven wanneer ik ergens niet zo goed in ben. En ik denk dat jezelf ook van dat podium halen, dat dat een hele goede manier is om het participatiever te krijgen. Ja. Ik heb nog een vraag van Ingrid ook. Ingrid, ik wil graag weten... wat adviseer je jonge advocaten te doen om hun kantoor enthousiast te maken voor de Semco Staal? Nou, misschien deze video kijken. Dat is sowieso een goed idee. Iemand van de Semco Staal Institute een cursus laten geven. Ze moeten toch opleidingspunten halen en die mogen ook niet juridisch zijn. Dus ik zou zeker eens Luc of Farouk of Arco even 2 uur voor de groep zetten. Want volgens mij werkt dat gewoon heel inspirerend. Ik denk dat mensen moeten leuke voorbeelden zien en horen dat het werkt. En ik denk dat dat gewoon, als je er een beetje in verdiept, heel, heel snel duidelijk wordt dat dit gewoon wel een goede formule is. Sommige advocatenkantoren zitten ontzettend met het probleem van een generatiekloof en het verschil in wat... advocaten 20 jaar geleden wilden en wat ze nu wilden. En om dat talent te blijven aantrekken, die generation en XYZ, ik weet niet meer welke het precies is, maar moet je... Wat zeg je? Ik zei vermoedelijk, zijn we inmiddels weer bij de A aanbeland. Oh, oké, mooi. daar moet je gewoon wel echt wat aanpassingen maken in je organisatie. En volgens mij nu... Willen mensen, zijn niet zoveel meer op geld gericht. Die vinden het prima als dat ietsje minder is. Maar die hechten veel meer waarde aan de hele ervaring, het meedoen en gehoord worden. Oké, Ingrid zegt, goede tip. Ze is zelf coach binnen de advocatuur en ze neemt het mee. Top. Nou, dat is goed hoor. Natasja wil graag weten of er meer advocatenkantoren zijn die op deze manier werken. Ze werd getipt door advocatenkantoor Brugink en Van der Velde in Amsterdam, van Sjoerd van der Velde. Volgens mij zitten zij in Utrecht, maar dat is inderdaad een advocatenkantoor dat helemaal Semco-stijl werkt.
Volgens mij hebben ze weer net een andere aanpak, maar super interessant. Wij hebben daar ook naar gekeken en volgens mij overlappen we wel vaker ook met sociaal ondernemerschap. Zij zijn ook een B Corp. Wij willen ook, we zijn nu bijna een B Corp, maar daar zijn we ook hard mee bezig. Dus dat is inderdaad een vergelijkbare ding. En ik denk, er zijn vast wel meer kantoren. Het is gewoon de manier om met je tijd mee te gaan. Dus ik hoop dat er meer kantoren zijn. Oké. Ik had zelf ook nog wel een vraag. Je had het net al even over groei en het feit dat jullie veel open sollicitaties binnenkrijgen. Zijn jullie van plan om verder te gaan groeien? En hoe zou je dat willen organiseren als je meer advocaten in dienst neemt? We zijn zeker van plan om te groeien. En dat is inderdaad waar ik nog even maandag over ga bellen met jullie. Nee, dat wordt inderdaad een uitdaging waar ik me zeker van bewust ben dat daar weer wat nieuwe processen moeten komen om iedereen betrokken te houden. Tot nu toe gaat het goed en ik denk dat het nog wel even goed gaat. Maar ik denk als we boven de 25 komen dat daar weer even goed naar gekeken wordt. Het is gewoon iets wat constant aandacht nodig heeft, maar wat zeker ook veel oplevert. Ik vind dat ook altijd een mooie met een beetje de controle loslaten. Wij zijn bijvoorbeeld helemaal niet op vakantiedagen of dat iemand laat komt of dit komt. Of iemand heeft iets of iets vervelends of die iets heftigs in zijn leven. Bijvoorbeeld een baby of een overlijden. Nou, het is een beetje vervelend om dat in één regel. Maar dat zijn allemaal dingen die afleiden van werk. Nou, daar geven we alle ruimte voor. En dat is gewoon ook hiermee, volgens mij, er gaat veel tijd in zitten en veel ondernemers kunnen denken dat dat geen geld oplevert. Maar ik denk dat het de allerbeste besteding is van je tijd, want uiteindelijk levert het de betrokken en ondernemende medewerkers of collega's op. En dat is uiteindelijk het beste voor een gezond en goed lopend bedrijf. Dankjewel. We doen nog één vraag, denk ik. Ja. Dan zijn we door de tijd heen. Van Peter, hoe werken jullie aan het principe van Ultimate Stakeholder Alignment? Qua stakeholders heb ik veel gesprekken met cliënten. Dus als wij een groot dossier afronden, dan ga ik bij de cliënt langs. En dan krijg ik input hoe alles gaat. En daar na 10 gesprekken gaan we met het team bij elkaar en dan gaan we dus luisteren naar wat vinden de cliënten eigenlijk, wat toch belangrijke stakeholders in onze business zijn van onze dienstverlening. En dan maken we weer aanpassingen. Verder hebben we dus met de mensen die in de coöperatie zitten, hebben we dus het jaarlijkse eigen belang op tafel event. En alles wat er niet in het dagelijks leven uit is gekomen, dat komt dan met op zo'n dag eruit. En we hebben dus veel teammomentjes met de kleine teams, met de afdelingen, dat we bij elkaar komen en dat we met elkaar de doelen verzinnen en met elkaar bedenken hoe we daar gaan komen. En dat komt steeds jaarlijks samen in zo'n weekend waarin we dat dus met z'n allen gaan bedenken. Wat de doelen zijn en hoe we er gaan komen en wie wat in de organisatie op zich neemt. Ik hoop dat dat voor Peter een antwoord is op zijn vraag. Ik hoop het ook. Willen jullie nog wat kwijt, Luc of Joni? Ik vond het erg leuk om te doen, Joni. We moesten het gesprek maar eens voortzetten. Misschien komt het wel een gevoel. U weet maar nooit. Dat is een goed idee. Ik ben ook heel blij. Ik weet niet of jullie het bewust hebben gedaan dat ik op Internationale Vrouwendag jullie vrouwelijke gast mocht zijn. Ja, hebben we mooi. Zeker. Nee, wij plannen onze vrouwelijke gast op Internationale Vrouwendag jaren vooruit. Oké, mooi. Je zag me al aankomen. heel leuk. En ik wil alleen nog kwijt dat ik het dus ontzettend leuk vind om met mensen hierover te praten. Dus mocht iemand daar behoefte aan hebben, we hebben echt hele lekkere koffie. En je bent altijd welkom in Amsterdam-Noord. Die uitnodiging staat. Stuur je daar nog een berichtje over? Of houden we dit bij een vriendelijk aanbod? Hoe bedoel je dit? Dat weet ik niet. Dus krijgen mensen dan nog een berichtje van god, leuk dat je er was. Ja, natuurlijk. En het adres van jou? Ik zal het erin zetten. Ik zal het erbij zetten. Oké, ik denk dat we door de tijd heen zijn.
Luc en Joni, heel erg bedankt voor jullie woorden. Ik wil de kijkers natuurlijk bedanken voor hun aanwezigheid. Ik hoop dat het waardevol voor iedereen is geweest. Mocht je het webinar willen delen met je vrienden of familie of collega's, kennissen, of wil je misschien zelf nog een keer terugkijken, dan kan dat. Het volledige webinar zal volgende week op onze website verschijnen, op www.semcostyle.org. Volgende maand zijn we weer terug met een nieuw Make Work Awesome webinar. En ik hoop dat ik iedereen dan wederom mag verwelkomen. Namens mezelf en de rest van het Semco Style Institute wens ik iedereen een hele fijne avond. Joni, Luc, fijne avond. Ja, hetzelfde. Heel erg bedankt. Dank allemaal. En graag tot de volgende keer.